Vader Anton Philips heeft wel een prachtige prominente plek in Eindhoven. Maar zoon Frits komt er bekaaid vanaf. Althans, dat vindt een aantal mensen in de stad. Allerlei dingen worden om Frits heen gehangen. Dat past hem niet. Dat had je nooit goed gestaan. Met activiteiten staat er een tent omheen of staat er een tent voor. Ja, kijk, en zo'n icoon dat Frits Philips van Eindhoven is, mag je dat niet toestaan. En dus moet het standbeeld van meneer Frits verhuizen naar deze plek, de Lichttoren. Bij de Lichttoren staat hij prachtig voor zijn icoon, hè, de Lichttoren. Dat is over 500 jaar nog, hè, die toren. Kijk, en daar staat Frits Philips, staat er perfect. Maar is dat niet tegen het zere been van initiatiefnemer Hans van Nooyen? Hij komt nog regelmatig op een terrasje zitten om naar Frits te kijken. Ik ben daar niet tegen. Ik moet eerlijk zeggen, de Lichttoren, dat is toch wel het symbool voor Eindhoven. Als je dat vraagt buiten Eindhoven, dan zeggen ze, oh Philips, oh ja, dat is die Lichttoren, waar die grote letters van Philips in blauw opstaan. Dat is Eindhoven, dat is Philips. Dus ik vind die plaats op zich, met mede bestuursleden van de stichting, hebben tot nu toe niet afwijzend gereageerd. Die zeggen, nee, dat is een goede plaats. En de mensen die voorbij wandelen, wat vinden die? Dat zijn natuurlijk van die grapjurken die dat uitzoeken natuurlijk. Hè. Die in hun vrije tijd niks te doen hebben. En die gaan dan zo'n beste bovenste man verplaatsen. Dus als hij weg is, ja, dan kom ik hier niet meer, zegt dat maar. Dan kom ik hier niet meer. Hij hoort eigenlijk op zijn plaats bij de Lichttoren. Dus vind ik wel. Ja, een beetje wegstoppen onder zo'n boom en zo. Dat is ook maar onder een boom. Toch? Dus een verhuizing, u bent er helemaal voor. Voor mij mag het. De vraag is dus, hoe lang blijft meneer Frits nog uitkijken over de Eindhovense markt?